Voor de bekendmaking van het talent van het jaar hebben wij vier jongens uitgenodigd die nogal zijn opgevallen met een televisieprogramma. Een nieuw televisieprogramma, Street Lab. Wat doen ze eigenlijk? Ze doen sociale experimenten, zo kunnen we het het beste omschrijven. Dus ze duiken op plekken waar je ze totaal niet verwacht en waar je ze misschien ook helemaal niet wil hebben. Ze waren ook tussen de sporters dit jaar. Kun je zonder talent toch meedoen met de voetbaltop van Nederland? Stel je even voor. I'm Niels. In zijn lichtblauwe overhemd en beige broek. The moment has come. Tom de Boulen. Ik weet al waar je bent. Bij Utrecht lukt dat misschien maar. Ik had je wel door. Dus, Ja, de jongens van Street Lab duiken dus overal op. En voor de oplettende kijker, mensen die ze al wat langer kennen dan vandaag. Ze zijn ook tijdens het sportgala al een paar keer gesignaleerd. Ik moet eerlijk zeggen, ik kijk even mee, want ik heb het eigenlijk ook niet gezien. Kijk, dit was tijdens het filmpje in het Olympisch Stadion. Hier gewoon achter Daphne Schippers. Had je het door, Daphne? Nee, hè? Nee, geen idee. In de band, ook gewoon de hele avond, wel ja. Geen idee. En hier natuurlijk de man die de prijzen uitreikt, in ieder geval aan Tom Egbers. Goed, ze zijn dus overal. Dus ook hier op het podium, de jongens van Street Lab. Goedenavond, dames en heren. Wij zijn zeer vereerd dat wij hier de Young Talent Award van 2015 mogen uitreiken. Ja, maar wie kan deze prijs nou beter uitreiken dan ons eigen grote talent en speler van Schalke 04, Niels? Niels kan er vanavond alleen niet bij zijn. Hij speelt namelijk de benefietwedstrijd voor Serious Request. Maar als het goed is, hebben wij een live verbinding met Niels. Hallo Niels, hoe is het? Yes, Niels. Hoe is het daar? Niels, hoe gaat het? Yes. Volgens mij begrijpt hij het niet. Niels, laat ons niet langer in spanning. Wie is de winnaar? Die moet je openmaken. De winner. Openmaak de envelop. En de winner of the Young Talent Award. Dat is niet goed. Dit gaat even niet goed. Wacht even hoor. Hij komt weer omhoog. Daar is hij weer. Dit gaat niet goed. Dit zijn heel veel tanden. Dit zijn heel veel tandjes. Dit is niet goed. Dit zijn heel veel. Niets? Oké. Ik heb nou ook een envelop. Gelukkig hebben wij ook nog een envelop meegenomen. De Young Talent Award 2015 gaat naar Marit Steenbergen. Dank je wel.